Lions Club Parwani en Lions Club Paramaribo Centraal hebben vandaag een Health Day georganiseerd. Dit gebeurde in samenwerking met diverse stakeholders in de gezondheidssector. De president van Lions Club Parwani, Rudy Bhugwan Singh, zegt dat de club jaarlijks activiteiten organiseert rond deze dag. Het is de bedoeling om bewustwording op gang te brengen voor elke medische aandoening. De president van Lions Club Paramaribo Central, Glenn Tiwari, zegt dat zijn club deze activiteit organiseert om dienstbaar te zijn aan de Surinaamse gemeenschap. Het is een joint project. En de bedoeling is dat mensen hun suiker mogen meten, hun bloeddruk komen meten en andere gezondheidsvragen mogen stellen met betrekking tot de gezondheid. Ons motto is We Serve en de Lions, zoals bekend, organiseert in heel Suriname diverse community projecten. Een van de projecten is vandaag bijvoorbeeld de Health Day. In het kader van de Health Day hebben wij dus diverse stakeholders uit de medische branche in Suriname uitgenodigd om samen met ons de awareness van de samenleving te helpen aanwakkeren en verder gestalte te helpen geven. Op deze dag worden diverse metingen verricht, zoals zojuist aangekondigd door de president van Parwani. En dat doen we allemaal op basis van de pijlers van onze moederclub, Lions Club International. Tiwari zegt dat Lions Club Paramaribo Central en Parwani voor de tweede keer samen een gezondheidsbeurs organiseren. De eerste is in 2016 gehouden in het district Saramaka. Het is de tweede keer dat deze twee clubs zo'n gezondheidsdag organiseren. De eerste keer was het in 2016 in Groningen en vandaag anno 2019 in Wanica op de OS Parwani School. We verwachten een groot aantal bezoekers op deze dag. We zijn voorbereid en we helpen graag als Lions ook meewerken aan het gezond helpen houden van de Surinaamse samenleving. We zijn ermee naartoe gedaan. Je kunt het land verder ontwikkelen als je ook in het bezit bent van goede pionnen, gezonde burgers. En alleen op basis daarvan kun je verder werken aan de ontwikkeling van het land. Tot zover Glenn Tiwari, president van Lions Club Paramaribo Central. Hij sprak vanmorgen bij de opening van de gezondheidsbeurs op OS Parwani te Kwata.